Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi, Sabi. You know, we everybody know that the situation there is very bad on this moment. Goedemiddag, mijn broeder Makka. Hoe is het met u? Prima, goedemiddag. Iedereen waar u ook bent. Okay. Volg jij de situatie in Guyana ook op de voet? Jawel, niet zo nadrukkelijk en intensief als die van Suriname, want dat is our country, dat is our, our situation, maar ik volg het wel, ja. Okay. Want ik begrijp dat zelf CARICOM gezegd heeft van jongens, die telling in regio 4, hè, een heel belangrijke, een cruciale regio, waar het gaat om de uitslag van de verkiezingen, die moet behoorlijk weer onder de loepen genomen worden, geloof ik. Maar goed, en vanmorgen, als het goed is, om 12:30 Guyanese tijd zou de rechter een uitspraak moeten doen om te kijken in hoeverre wat men daar ook heeft af de kiescommissie. Ervoor zou moeten zorgen om de uitslag bekend te maken of dat wel of niet gaat geschieden. Dus wij zijn benieuwd. Maar goed, dat is onze neighbor Guyana. Wat een korte aanvulling. Het gaat er ook om, broeder Fred, van dat de verkiezingsuitslag conform wettelijke regelingen en wettelijke bepalingen moeten zijn. Mm-hmm. En zoals het ook in elk land aan toe gaat van de Guyanese opperrechter. Mm-hmm. Wederom een vrouw, ik zeg wederom, en erken ik ook vandaag Internationale Dag van de Vrouw. Mm-hmm. Trouwens alle vrouwen, maar ook mannen, maar waar u ook bent, gefeliciteerd. Die Roxana George zal de zaak in behandeling nemen mm-hmm. over het blokkeren van de verkiezingsuitslag. Mm-hmm. Dus in dit geval van regio 4. Omdat de kwestie van die verificatie van verklaringen van stemmen in het district onderzocht moet worden. Mm-hmm. En het is van belang, Suriname gaat over 75 dagen, 80 dagen, ook naar de stembus. Mm-hmm. Internationale regeringen, VS, Engeland, Canada, EU, samen met waarnemers mm-hmm. van Geleende Best, OAS, CARICOM, die hebben allemaal gezegd dat als die verificatie van die verklaringen van stemmen van regio niet is voltooid, mm-hmm. de verkiezingsresultaten niet geloofwaardig zullen zijn. Mm-hmm. Dus ik hoop dat Suriname ook lering eruit trekt mm-hmm. en ervoor zorgt dat alles conform wettelijke regelingen mm-hmm. plaatsvinden, mm-hmm. omdat wij toch nog zien van dat er zorgpunten zijn voor wat betreft verkiezingsproces mm-hmm. Van Suriname over 75 dagen. Oké. Zorgproces. Laten we even gaan naar een ander zorgproces. De barometer van de Surinaamse economie. Hoe staat het ervoor op dit moment, broeder? Slecht. En het wordt wekelijks slechter als we alvast één pijler van de economie bekijken. En dat is de wisselkoers. De wisselkoers van de euro als het gaat om verkoop van euro naar de gemeenschap toe is bijna 13 geworden. US dollar zit al boven de 11 zoveel. De opkoop gaat nog, dus als u wil verkopen aan een bank, dan gaat het nog. Maar het verkrijgen van die zo broodnodige dollar en de euro, mm-hmm. die is hoger geworden en in feite niet tot rust gekomen sinds Maurice Roemer ook in principe de nieuwe governor is van Suriname. Mm-hmm. Dus op basis van die pijler is het sowieso slecht. Mm-hmm. Kijken we naar andere criteria, voorbeeld onderzoek van hetgeen wat Van Trikt allemaal gedaan zou hebben, niet gedaan zou hebben, om een stukje stabiliteit daarbij te kunnen spreken, of daarover te kunnen spreken, dan zijn we anno 8 maart ook niet beter ervan geworden, want Hoefdraad is niet verschenen bij de politie tot nu toe, want hij zit in het buitenland. Mm-hmm. Waarschijnlijk voor nieuwe leningen of in elk geval de deals mm-hmm. van olie in Venezuela. Mm-hmm. Halen we een derde criterium eruit. De inflatie is stijgende. De mm-hmm. inflatie van de afgelopen weken zit weer in de orde van 10%. Neem maar een saksement, wat ze dus mm-hmm. in Suriname als criterium hanteren. Dan is dat ook niet fijn, want het is gegroeid met meer dan 10%. Mm-hmm. Kijken we naar de rust van de actoren, cambiohouders, Vereniging van Economisten, Centrale Bank,
bankiersvereniging, dan zien we ook dat het een en ander dat niet goed in place is. De regering heeft vanuit NDP, wetenschappelijk bureau, flink uitgehaald naar de VES-voorzitter. Dat soort dingen moet je een paar maanden voor de verkiezingen niet doen. Terwijl aan de andere kant de officiële persconferentie, de eerste van Maurice Roemer met de pers, ook niet goed is gegaan. Hè? Niet accuraat, niet prudent. De pers was uitgenodigd voor 12:30, terwijl Maurice Roemer gek genoeg om 11:45 is begonnen met de persconferentie. Mm-hmm. En hij had weinig mededelingen te vertellen of mededelingen te geven naar de gemeenschap toe. Dus al bij al, wisselkoers, gesprekken, inflatie, onderzoek, dan zijn we dus niet beter op geworden na een paar weken of in feite de economische barometer van een maand in Suriname. Even terug naar een aantal zaken. Ik begin bij de positie van de heer Hoefdraad. Ja, vaak genoeg omdat jij de nog diepere goed contacten hebt dan PZN. Wat is er in feite rondom Hoefdraad aan de hand? Dan noem ik een aantal feiten. Geruchten doen de ronde dat hij eigenlijk op de schopstoel zit bij de baas, bij de president, dat is één. Omdat mensen binnen de partij NDP vinden dat hij een slecht beleid continu NDP in de problemen brengt, dat is één. Twee, hij wordt gevraagd om zijn mededelingen te komen doen voor het onderzoek. Dan is al de tweede keer. Dan is hij er niet, dan verschijnt hij er niet. Wat is er precies aan de hand wat dit deel aangaat van de heer Hoefdraad? Het is hetzelfde wat er in feite in district Nikeri gebeurt als het gaat om wie is dus de leider in Nikeri. Politiek leider of campagneleider of wat dan ook. Daar zien we botsingen tussen Ramon Abrahams en Doekie. Eén is vriend van de president. En die andere is een blood brother uit de jaren 80. Mm-hmm. En nu zie je van dus dat er daar consternatie is. Ik breng dit omdat je maar één monetaire autoriteit hebt die een politieke lading heeft. En dat is dus in dit geval Hoefdraad. Hoefdraad is een politieke minister. Een minister is altijd een politicus. De governor in principe niet. Mm-hmm. Maar Hoefdraad heeft altijd ervoor gezorgd de afgelopen 10 jaren dat die functie, dus die van centrale bank, verpolitiseerd was. Want hij gaf zelf leiding aan het begin vanaf 2010. En heeft het als een politicus gedaan totdat hij paars hemd aan had. Dus loyaliteit speelt een rol. En onder het tapijt vinden er nog een aantal dingen plaats die dat in feite nader onderzocht moet worden. Het is de eerste keer dat ze nu opgeroepen zijn door het Openbaar Ministerie om tekst en uitleg te geven. En dan ziet u ook in het politieke campagne gebeuren, of technisch campagne, dat Rabbi, kan hij. Rabbi, meneer Makka, even voor onze luisteraars. Hè. Waarvoor wordt hij opgeroepen? Wordt hij opgeroepen vanwege die 100 miljoen netto? Of wordt hij opgeroepen vanwege het feit dat meneer Van Trik een aantal feiten dus heeft gepleegd die niet kloppen? Waarvoor wordt dat laatste, even voor de duidelijkheid. Hij wordt voor het laatste opgeroepen, mm-hmm. omdat de advocaat van Van Trik gezegd heeft mm-hmm. dat Van Trik die handelingen, hè, dus die te maken hebben met kasreserve, hoe je ermee bent omgegaan, mm-hmm. uitgegeven aan mm-hmm. Chotelal, mm-hmm. Voor het aankoop van basisgoederen, niet alleen heeft gedaan, maar in opdracht van Hoefdraad. Mm-hmm. En daarvan zegt van de advocaat mm-hmm. dat Van Trik WhatsApp-berichten heeft, waaruit blijkt dat Hoefdraad minimaal medeplichtig zou zijn, in elk geval ook in strijd met de bankwet, zou hebben gehandeld. Dus daarover gaat in principe het onderzoek. Een onderzoek gaat ook uit naar het strafvervolging van Hoefdraad, hoewel dat een oud ding is, in verband met al dan niet mogelijk overschrijding van schuldplafond nu actueel als hij weer nieuwe leningen zou binnenhalen voor Suriname in de komende 75 dagen. Dus maar dat heeft twee delen karakter. Maar dat deel van die leningplafond
is toch achterhaald. De rechter die heeft toch gezegd van nee, er is daar geen sprake van, toch? Of niet? Want Streeuwen had dit aangekomen. Laat me dit even clearen. Terwijl het Hof van Justitie dus een onderzoek heeft ingesteld met betrekking tot Masha Neus, et cetera, ja. Openbaar Ministerie. Dat gedeelte, dat is afgerond. Ja, oké. Okay. Maar wat niet is afgerond nog, kijk, je hebt het Hof van Justitie, daar zit bijna het pandemie niet als openbaar ministerie. Dat is het vervolgingsapparaat. Uh-huh. Burgers, uh-huh. Andere mensen, organisaties hebben nog een heleboel brieven geschreven, waaronder ook VAP in de persoon van Dayadien. Uh-huh. Maar let op, dit is de situatie als dit gebeurt, dus dan kan dus zo'n schuldplafond worden overschreden. Uh-huh. Oké, helder. Dus het is duidelijk voor welke zaak hij dan wordt goed opgeroepen. De governor die aangesteld is. Hebben we niet te hoge verwachtingen van die governor dat hij binnen 2 weken, 3 weken de koers op een gegeven moment zodanig beheersbaar dus zou kunnen maken dat de zaken dus gezond worden? Nogmaals de vraag over welke governor? Hebben we over de governor, de heer Roemer, die nu governor ja. goed is geworden, hebben wij dus niet een te hoge verwachting dat hij binnen 2 weken dat zaken weer in orde zou kunnen maken? Misschien wel, maar die verwachting is terecht omdat hij een voordracht is door het veld, door vereniging van bankiers of bedrijfsleven, mm-hmm. hoe je het wil noemen. Het is geen politieke mm-hmm. benoeming als zodanig. Mm-hmm. Tweede is, we hebben terecht die hoge verwachting omdat je hoopt dat hij een aantal cruciale vragen ook naar PZN toe kan en mag beantwoorden. Hij zou reeds de volgende dag of de week daarna of een belofte moeten doen en zeggen, ik wil PZN of alle mensen van de pers vertellen, bijvoorbeeld, 1, wanneer komt er een jaarrekening? Want dat kunt u vertellen. Want u bent ervaren als president, let er wel op, hij is president-commissaris van de Hagerinbank, hè. Hij weet mm-hmm. hoe een bank in feite geleid wordt en hoe je toezicht moet houden. En mm-hmm. een van de bankiers die in de vereniging van bankiers zit, mm-hmm. die dus een voordracht heeft gedaan, mm-hmm. is de directeur van Hagerinbank. Mm-hmm. Dus hij weet in feite van, luister, als het huis in brand staat, mm-hmm. ja, dat je niet tegelijkertijd bijvoorbeeld de schutting moet gaan verven. Mm-hmm. Je moet in het huis staan en de brandweer bellen en ervoor zorgen van dat die fik onder controle is. Dus mm-hmm. we hebben terecht die hoge verwachting. Mm-hmm. Iets anders is, en daar even terug naar die vorige vraag, personen en partijen blijven aangifte doen tegen minister Hoefdraad. Mm-hmm. Dus dat moet de combi zijn van beide monetaristen. Er loopt een onderzoek, wat ik zei, over oneigenlijk gebruik van de vreemde valuta, kasreserve, van handelsbanken. Diezelfde handelsbank is Hagerinbank. Mm-hmm. En Hagerinbank weet precies op hun rekeningen staan. En mm-hmm. activisten Shafira Yesrin, om maar even naam te noemen, en de politieke partij DA91, die hebben een verzoekschrift ingediend, let er wel op, voor een strafrechtelijk onderzoek tegen Hoefdra. Dat is wat ik daarnet wilde aangeven. Mm-hmm. Die van Stree is een stapje verder gegaan, waarbij meerdere strafbare feiten is hij aangehaald, waaronder verduistering, geld of geldwaardig papier, diefstal, statutair verboden transacties, vervalsing van bescheiden, dus mm-hmm. antidatering, bewijsstukken, aannemen van giften of beloften, noem maar op, of ongeoorloofde verrijking doen van Trick. Mm-hmm. Nu kan Roemer iets erover vertellen. Heeft hij bijvoorbeeld naar u toe een mededeling dat hij de consultants van de centrale bank die gewerkt hebben met Van Trick bedankt? Ja, mm-hmm. ik heb het antwoord voor u, voor PZN. Mm-hmm. Economen van PZN, mm-hmm. die PZN willen bellen, mm-hmm. zo zie ik dat, want mm-hmm. economen zijn niet in dienst alleen van de bank. Mm-hmm. Ze hebben ook eed afgelegd dat ze conform de grondwet, conform de economische wetten zullen handelen, die moeten PZN vertellen van luister, hoe wordt jouw spaargeld, Yuki money, ja. zei het die Hagerinbank, zei het die Surinaamse bank, maar wat je ook hier in Nederland stort. Als je hier in Nederland 10.000 euro hebt gestort, voor noem maar op een stichting, Huizen Betaliada, mm-hmm. wordt er door de Hagerinbank
of Surinaamse bank omgezet in SRB tegen koers of 1 op 9. Mm-hmm. En vervolgens krijgt Beteliada een veel mindere bedrag, omdat die eurokoers 13 is. Jij hebt er recht op als PZN, als Fred, als fans en wie dan ook om iets erover te zeggen. En daarover mm-hmm. moet Van Trek het een en ander gaan vertellen. Okay. In dit geval kan hij het alleen vertellen bij het Openbaar Ministerie. Mm-hmm. En voor de luisteraars, de mensen volgen het. De inverzekeringstelling is verlengd met 30 dagen. Mm-hmm. Maar Roemer, hij heeft tot nu toe niet veel kunnen vertellen. Dus ik hoop dat hij de maand maart gebruikt mm-hmm. om in die 75 dagen mm-hmm. klaarheid te brengen. Want hij heeft niets te verliezen als hij ontslagen wordt of hij bedankt mm-hmm. wordt. Want hij moet zich houden bij de economische feiten. Oké, okay. Even Robby, goed tussendoor. Voor hoe lang is hij benoemd? Voor 5 jaar of voor 3 maanden? Nee. Je wordt benoemd voor 5 jaar. Niemand wordt benoemd voor 3 maanden. Maar ik weet okay. waar u naartoe gaat. Omdat de president van de Republiek Suriname op basis van zijn adviezen een waarnemende governor wilde hebben voor de duur van 6 maanden. Ja, klopt. Mm. Maar dat was het verhaal bij proeven. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar daarna heeft men mijn Sundert aangeboden. Mm-hmm. En toen bleek dat alle constructie van Sundert, weet je, met vakbond en alles wat ze wilden doen, om macht te krijgen bij het doen maar op. En daardoor is Robby Berenstein niet ontheven als woordvoerder. Ja. Dus je hebt iets zonder grenzen, je hebt ook zonder grenzen. Okay. En dat is mij nu voorbij. Okay. En nu is Roemer benoemd gewoon als 5 jaar. Mm. Maar let er wel op. Mm. Bij elke benoeming gaat de president een resolutie tekenen. En dan benoemt hij dat. Mm. En dat is gebeurd, want anders zou het heel vervelend zijn dat Roemer ook zijn Nederlands paspoort heeft moeten inleveren en omruilen voor 3 maanden. Dat klopt. Oké. Okay. Een ander is wat nagenoeg speelt. En ik weet dat dit met fronsende wenkbrauwen tegenaan wordt gekeken door onder andere politici. De VHP die heeft een brief de deur uit laten gaan weer om internationaal Suriname geen geld te lenen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Correcte brief, terechte brief, maar het is in feite een noodkreet van VHP. Want VHP had al een opperheimer aan de instanties gezegd, leen deze mensen die dingen niet. En in die brief staat geschreven van dat terugbetalingsgarantie er niet is in feite, dat de economie in feite ondersteboven moet worden gemaakt. Maar let er wel op, deze leningen van Oppenheimer, heer Fred, is niet nodig als governor Maurice Roemer, ik kom weer terug bij me, zijn rug recht zal houden en niet zal zwichten voor politieke druk. Mm-hmm. En zich zal concentreren op herstel van het vertrouwen in de centrale bank en bovenal in de Surinaamse munt. Waarom zeg ik dat? Omdat alle leningen geregistreerd moeten worden bij de centrale bank. Mm-hmm. En die nieuwe governor, ik heb het daarover, heeft vanaf 2015 iets te vertellen aan de gemeenschap. Want hij is ook afhankelijk van de input die hij krijgt van de 3 directieleden en van de 440 medewerkers. Dus maar omdat Roemer even stil is en de centrale bank haar controlewerkzaamheden niet uitvoert, kunnen ze verder beschuldigd worden dat het eigen huis niet op orde is. Mm-hmm. Dus die brief van VHP is een terechte brief, is een politieke brief naar Oppenheimer aan die mensen. Mm-hmm. Omdat men bang is ook dat straks de oliefondsen, de mogelijke oliefondsen, over 4 tot 6 jaar verdisconteerd in harde US dollar. Mm-hmm. Dat die nu al op basis van rapportages of op basis van onderzoeken verhypothekeerd zijn aan Oppenheimer. En we weten, weer de lijn, nog steeds is de president-commissaris van de centrale bank, de heer Kerpelani. En heeft een rol gespeeld bij het halen van leningen. Destijds ook via de constructie van staatsolie voor die obligatie van 9,5%. En dat vindt men een vrij hoog rente. Dus als wij niet Maar Robby, het is nogal warrig, hè, want dan is ook bekend dat de heer Kerpelani actief lid is van VHP. Hoe ruim je dat? Nee, het is misschien warrig, maar het is wel te rijmen. Kijk, weet u wat het is, Fred? Laat me het goed uitleggen. Ik zei net over
je moet je rug recht houden. Uh-huh. En je moet dus niet zwichten voor politieke druk. Uh-huh. Even off the record, maar wel online naar u toe. Dat klinkt wel een beetje niemand hoort het. Wij beiden alleen horen het. Wij beiden alleen horen het. Ga je gang. Nee. Voor mij mag de totale gemeenschap horen. Ik heb er geen moeite mee. Omdat ik de feiten wil presenteren zoals ze zijn en zoals de stukken zijn. Uh-huh. Kerpelani was jarenlang lid van Raad van Commissarissen van de Centrale Bank. Ook ten tijde van Telting. Uh-huh. Ook ten tijde van Hildenberg en Venetiaan. En hij was een voordracht van de VHP. Uh-huh. Prima tot dusver. Dus hij heeft ervaring met toezicht houden. Uh-huh. Op een bepaald moment, toen Hoefdraad in feite daar de scepter zwaaide, uh-huh, wist ik, dat in principe Bouters zijn Hoefdraad niet voor de volledige 100% vertrouwde. Toen heeft hij daar een nieuwe raad van commissarissen benoemd. En weet u bij wie hij kwam? Mm-hmm. Ook bij Salvano Chonahi. Ja. Ook bij Karam als adviseur toen. Mm-hmm. En nog een aantal. En toen heeft hij Claire Linger van de NDP erin gezet. Mm-hmm. Heeft hij nog een paar politici erin gestopt. Dus een paar waakhonden. Laten we bij de honden houden, de paarse honden. Want die hebben niets, geen kaas gegeten van economie. Ze zitten daar in principe voor een stukje politieke lijn. Mm-hmm. Maar ze hadden kader nodig. En ik vertel het u. NDP heeft geen economen en heeft geen kader om leiding te kunnen geven aan de toezichthoudende organisaties of aan Hoefdraad of wat dan ook. Mm-hmm. En als ze een wetenschappelijk bureau hebben, dan is het leeg. Het stuk wat ze geproduceerd hebben, dat papieren stuk wat op Star News is verschenen, over wetenschappelijk bureau, et cetera. Mm-hmm. Maar Abdul is toch een econoom die in de Kamer zit? Jawel, maar dat is wat ik bedoelde, de politieke lijn. Ja. Hij zit daar, hij gaat in de Nationale Assemblée, was mm-hmm, ooit oud-docent, et cetera. Hij heeft les gekregen van verschillende mensen. Nishikabe heeft ook les gekregen van topmensen. Maar ze houden zich niet aan de economische wetten, want ze kijken alleen maar naar hun eigen economie. Okay. Zij hebben twee keren nogmaals als Nationale Assemblée die wetten veranderd om de strafbepalingen en de sancties in die bankwet weg te halen ten faveur van Hoefdraad. In feite is, ik mag het zeggen, Hoefdraad is in feite de operationele man samen met Abdul die de economie de nek heeft omgedraaid. Maar De grootste schuldige is Simons, omdat zij het toelaten dit soort dingen op de agenda komen. Mm-hmm. En misschien ook nog al die resterende paarse economen die dus niet daar achtergebleven zijn. Ik ken Winston Caldera goed. Ik ken Winston Wirt goed. Ooit was Winston Wirt econoom van SPA in de Nationale Assemblée. Totaal onherkenbaar. Dus terug naar Kerpelani. Hij is daar gegaan op basis van zijn expertise en op basis van zijn business ranking. Mm-hmm. Maar gedurende de rit heeft hij in feite ook gezien van luister, het gaat niet goed met mijn Kerpelani. Hij zal het niet zeggen. Er is heel veel geroofd of gestolen of beroving heeft plaatsgevonden in de winkels van Kerpelani de afgelopen jaren. Trouwens, waar niet? Mm-hmm. Welke winkel, welke groothandel, welk bedrijf is de afgelopen periode niet beroofd, et cetera, als het gaat om echt daadwerkelijke dingen. Die mensen komen niet uit met hun dingen. Dus wat doen ze? Zij gaan zeggen, ik ga in het politiek centrum zitten, dan ga ik proberen de economie te ordenen, en vervolgens hoop ik dat de koers stabiel wordt, waardoor het volk niet armer wordt, en dat die mensen niet hun toevlucht gaan zoeken richting diefstal of geweldpleging, noem maar op. Iedereen heeft er last van. Mm-hmm. Alle bedrijven. Vroeger De Vries, Kersten, Iron Gold. Mm-hmm. Allemaal hebben er last van. Nog steeds heeft de goudsector last van die garanteurs. Lang verhaal kort. Hij speelt wel een dubbele rol. Ja, Kerpelani. Maar laten we eens een keertje ook positief vertalen. Mm-hmm. Hij is degene die dus in feite de informatie heeft gekregen. Mm-hmm. Zegt hij zelf. Eind december, er is gebeld naar hem en gezegd van, kijk wat Van Trick doet. Hij heeft auto's gekocht. Hij heeft zijn consultants aan het werk gezet. Hij heeft de mensen gestuurd naar België voor het verhaal van Claire Field.
hij heeft nog blablabla, et cetera. Dus daar heeft hij wel maatregelen kunnen treffen. Maar Robbie, luister. Maar als hij de informatie moet krijgen via, terwijl hij zelf ook toezichthouder is, dan heeft hij zijn werk slecht gedaan. Want die 100 miljoen, die moest niet via zijn neus dus naar buiten zijn gekomen. Ja, maar volgens eens met u, maar de vraag is van, houden we wel toezicht zoals we toezicht moeten houden? Doen we dat? Nou, we knijpen, nee, want we knijpen één oog dicht. Omdat we daar ook een bedrijf hebben die Kirpalani heet en die ook dus doekoe moet maken. Ja, zo mag je het ook vertellen. Maar nogmaals, ik heb er geen moeite mee dat die formulering ook gebruikt wordt. En u hoort me ook zeggen dat ik niet pleit van dat hij als toezichthouder moet blijven. Nee, dat niet. Professor Karam heeft zelf gezegd van misschien wel goed dat samen met een governor er een nieuwe, raad van toezicht wordt ingesteld. Misschien is het ook goed, wordt gezegd dat er een nieuwe bankwet komt, zodat je helemaal dus nieuw kan gaan werken. U hoort me dat niet zeggen. Als Silvano Tjanahing weg is gegaan, als Karam hier in Nederland woont, als proeven in feite niet geschikt wordt bevonden, als de Nederlanders, ik noem maar wat, Sundert niet goed is, Roemer in feite gevraagd wordt om governor te worden. En dus er is niemand meer met een Surinaams paspoort geschikt bevonden. Als totaal vers onbetrouwbaar is. En NDP schrijft zelf in hun wetenschappelijke verklaring. We hebben zoveel economen. Dat in normaal geen one foot governor. En je moet komen bij een Nederlander. Dan is het heel armzalig. Dus u hoort me goed zeggen. Wil je idealistisch te werk gaan? Nieuwe bankwet. Nieuwe raad van toezicht, nieuwe governor. Dus dat betekent dat deze raad van toezicht bij de transformatie van een nieuw kabinet na 25 mei, onder aanvoering eventueel van VHP, dat meneer Kirpalani in feite er niet meer bij kan zijn. Die mogelijkheid zit erin, maar dat is iets voor, het nieuwe stelsel en een nieuwe kabinet. Want op een bepaald moment, als je niemand vindt die toezicht kan houden of ervaringen. Kijk, wat je mij ook hoort zeggen, proeven zit er ook bij, hè, als lid van Raad van Commissarissen. Maar hij is bedankt geworden door Raad van Commissarissen van DSB. Dus nogmaals, ook vandaag, 8 maart, ook indachtig Internationale Dag van de Vrouw. We moeten ervoor zorgen, heer Fred, dat er een nieuw team komt bij de Centrale Bank van Suriname om toezicht goed te kunnen houden en een goede monetaire autoriteit. Maar tegelijkertijd haast ik me om te zeggen dat het kader ontzettend beperkt is en dat ik daarom ook pleit ervoor dat je diaspora kader ook erbij moet betrekken. Niet alleen de toezichthouders die in Suriname wonen, maar ook in het buitenland. Robbie, we gaan het hierbij laten. Dan heb ik toch nog goed ten slotte voor jou, kijkende in jouw grote glazen Surinaamse bol. Wat wordt de koers volgende week, of deze week net begonnen is op zondag? Want het gaat om de euro, want we zitten al nu op 13. Betekent dat we doorschuiven goed naar 15 voor 25 mei? Bij ongewijzigde omstandigheden zal de koers gaan bengelen tussen 15 en 20 in de buurt van 17. Dat is killing. Nu al is het killing. Dat betekent tegelijkertijd dat je dus je zorgen moet gaan maken of je Tjotelang niet moet sluiten. Maar daarom wordt u moeten zeggen bij gelijkblijvende omstandigheden. Maar sluit je Tjotelang, zorg je ervoor dat die staatsschuld niet verder gaat stijgen dan die 80% van nu. Neem je het bruto binnenlands product van Suriname serieus. Kijk je goed naar de creditrating van CCC. Door Fitch Ratings, welke is gegeven. We hebben 3 weken te gaan richting self-assessment van 1 april, waarbij we dus meer geld kunnen krijgen. Kijken we ook naar de moves van Elias bij Staatsolie. Dan kunnen we met elkaar zeggen van dat die afname van de deviezenreserve tot een dekking van nauwelijks 2 weken import, dat die in feite gestopt kan worden en dat je dus in die dollar langzamer had, systematisch
in waarde een klein beetje kan stabiliseren door een aantal dingen te doen. Maar ze zitten vast niet, want ze kunnen niet devalueren, want dat is betekent dat NDP gedecideerd zal worden door de paar zetels. Okay. Maar het gaat met rassenschreden achteruit. Afgelopen maand is er maar liefst 50% naar beneden gehaald, die dollar. Dus ik verwacht, als het tempo zo vasthoudt, dat we op die 17 terecht zullen komen. Dus als ik het samen mag vatten, is het tralala na tjodelal. U heeft het goed verwoord, ja. Maar okay. Ik geloof zelf van dat de illegale besteding van 25% van de vreemde valuta deposito's van handelsbanken bij de centrale bank, dat in technische zin men dat moet gaan doen. Maar komt er snel een onderzoeksuitslag, gaat de president Hoefdraad ontslaan, noem maar op, stop je de ineenstorting van het bankair systeem van het land, en je zegt geen tralala erbij, en je zegt van, hey luister, vers, kom erbij en noem maar op, dan kunnen we volgende week of volgende maand nog er praten, en dan zal 13-13 blijven. Oké, okay. Abu Rabi, bedankt en tot de volgende keer. Dank u. Oké, okay, bye-bye. Dank u, da, dienst. Da, fijne da, uitzending. Da. Dank u, doei, dag. Da. Standvast Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvast Radio.